Maar zijn leven. Als God geen wonder doet, dan verdrinkt mijn oma. We stonden dus op drogen, achter die vloeiplanken dus, bezig. Dan komt het achter ons, stingen we tot onze knieën in het water. En dan liep het achter ons de polder in. Waar komt dat nu vandaan? Waar komt dat nu vandaan? Pas dan, we konden het niet zien. En dat is maar een seconde geweest. En toen waren al die mensen binnen verdwenen. Ik keek zo naar ons boerderijtje. Dacht ik, van wij, mijn oma zei, alles is weg. Maar het licht brandt in huis en in de schuren. En daarna een vreemde gedachte, flits. Als er nog water komt, dan kreeg je nog kortsluit en kreeg je nog brand ook. Met die gedachte ga ik naar beneden en dik. En ik ga overal nog rustig rondkijken dus. En ik doe het licht uit, de hoop schakelen erom. En de schuur ook. Ik dacht, nu ga ik terug ook. De dik op naar de fabriek dus, dat iedereen zit. En toen was op dat moment dat ik binnen was, heel die dik op de sluis doorgebroken. En de golven, ja, stekken van de sluis is meegesleurd. Ja, onvoorstelbaar. En dat was een stroom water, verschrikkelijk. En ik sting daar. Achter het hoekje van de schuren nog veilig als het ware. Want de stroom nog weg. Durven in en zo. Mijn schreeuw, God help me, mijn kring gesprongen. Ik dacht, hier kan ik niet bluffen. Er zijn 42 mensen alleen verdronken. Hier aan de rand van de polder. 42 mensen alleen.